weer een hele bak aardappels liggen te schillen. En waarom? What is the point of it? Ik gedraag me toch normaal. Nou, volgens hen niet. In hun ogen gedraag ik me niet normaal. Gedraag ik me niet volwassen. Onvolwassen. Dat zij alles voor elkaar hebben, dat betekent toch niet dat ze volwassen zijn. Ze sluiten godverdomme een 30-jarige zoon op in de kelder. Volwassen. Omdat ik me niet gedraag zoals hen, ben ik onvolwassen in hun ogen. Ja, ik maak het soms bont. En dan? Ik geniet van die momenten, ja. Ik geniet van momenten waar, wanneer ik me terug kind voel. Wanneer ik mijn echte gevoelens kan laten zien. Wanneer ik puur ben. Nou, hij gaat elke dag naar zijn werk, van 9 tot 5. Hij verdient geld. Hij zorgt dat er eten op tafel staat. Ja, maar ik moet ze wel schillen, hè. Ze weten gewoon niet wat leven is. En daarom zijn zij zogezegd volwassen. Omdat ze niet meer leven. Ik hou tenminste van het avontuur. Ik kik op avontuur. Ik hoef geen baan van 9 tot 5. Ik hoef geen gezinnetje, huisje, boompje, kindje. Ik hoef dat allemaal niet. Ik wil gewoon mezelf zijn. En zij kunnen daar niet tegen. Zij beschouwen dat als kinderachtig gedrag. Kinderachtig. Kinderachtig is je 30-jarige zoon in een kelder opsluiten en dan nog aardappels laten schillen. Dat is kinderachtig, ja. Luister maar mooi naar de radio. Of vergeet je zoon die in de kelder zit maar. Ik begrijp gewoon niet wat ik heb gedaan. Ik heb toch helemaal niets verkeerd gedaan. Ieder mens is toch anders. Ik moet toch niet net hetzelfde. Ik moet mezelf toch niet gedragen net zoals hem. Ik wou dat ik kon vertrekken uit dit huis. Gewoon vertrekken, dat ze me gewoon met rust laten. En dat ik hen gewoon met rust laat. Dan hoeven ze zich geen zorgen meer te maken om mij. Hoeven ze zich niks meer aan te trekken van mij. Gewoon vertrekken. Maakt niet uit naar waar. Maakt echt niet uit naar waar. Ik wil avontuur. Ik wil leven.
Ik wil niet meelopen. Of ik moet gewoon tegen hen ingaan. Gewoon zorgen dat ze me niet meer kunnen straffen. Waar halen ze het lef toch vandaan om mij te straffen? Hoe halen ze het in hun kop? Gaat hij nou nog mooi leten stofzuigen? Godverdomme. Doe nou alsof je een nieuwe man is of zo. Godverdomme verwijfde klootzak. Hé! Hey! Ik ben hier nog, hè! Ik ben hier nog! Pap! 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 Godverdomme. Godverdomme. Klootzak is een lesje mee. Hey, papa! Papa! Papa, ik ben klaar! Ik ben klaar, papa! Ik mag naar buiten! Papa! Verdomme. Gaat die klootzak me negeren of wat? Ik moet hem een lesje leren. Ik moet hem gewoon een lesje leren laten zien. Laten zien dat ik een man ben. Papa, ik ben een man! Ik ben een man, papa! Ik ben een man! Verwijfde klootzak. Gaat hier liggen te stofzuigen en mij godverdomme aardappels laten schillen. Klootzak! Klootzak! Papa? Papa? Papa, ik ben braaf. Papa, ik heb nagedacht, pap. Ik was fout. Je had gelijk, papa. Je had gelijk. Je had gelijk, papa. Hoe lang moet ik hier nog blijven, man?
lost toch niks op, papa. Ik word gewoon gek in die kelder. Papa, alsjeblieft.